Breda Nu. Je weet het meteen. In Breda is een pop-up store geopend door Avans, CZ, SenseAir en gemeente Breda. In deze winkel zijn er apparaten te ervaren die uw leven kunnen vergemakkelijken. Wij hebben een systeem wat ouderen helpt langer veilig thuis te wonen. Dat doen we door ze een aantal sensoren te plaatsen in het huis. En daarmee kunnen we volgen en ook kijken wanneer het minder goed gaat met de ouderen. En dan kunnen de kinderen of de buren of de zorg kan daar snel op inspringen en zorgen dat er geen ongelukken plaatsvinden. Nou, binnen Avans Hogeschool hadden we natuurlijk al het GetLab en daar hadden we al het Gezondheid en Technologie Lab. Dus daar waren we al daar volop mee bezig. De gemeente heeft de Avans Hogeschool en het Care Innovation Center benaderd. Voornamelijk het Care Innovation Center heeft al meer ervaring met het organiseren van pop-up stores. En wij zijn natuurlijk een grote onderwijsinstelling in Breda. Wij wilden graag onze expertise daarin ook aanbieden. Dus zo zijn we met z'n drieën, dus de gemeente, het CIC en Avans Hogeschool als organisatorende partijen. Het is ontwikkeld door TNO. Al meer dan 10 jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. En altijd met het doel om ouderen langer thuis te laten wonen. Omdat wij de zorg betaalbaar willen houden. En in de ouderenzorg hebben we echt een probleem. Namelijk het feit dat mensen thuis zitten alleen. Sommigen hebben mantelzorg, anderen niet. Die zijn eenzaam. En dat is echt een probleem in Nederland. Thuiszorgorganisaties klagen ook dat ze te weinig mensen hebben. Te weinig jonge mensen kiezen voor het zorgvak. En het kan niet zo zijn dat we ouderen thuis laten zitten. Dus. Ja, ik denk dat juist het feit dat zoveel mensen erbij betrokken zijn, dat iedereen ook echt iets wil doen voor die groep ouderen, dat het belangrijk is. Heel vaak zien we natuurlijk dat, omdat in Nederland alles in hokjes zit, of het is de WMO of het is de thuiszorg, dat je juist niet die groep kan helpen. Maar dat je altijd maar jouw stukje kan doen. En dit is dan de eerste keer dat we echt de groep kunnen helpen, in plaats van alleen een klein stukje. Ja, super. Welk product is voor jullie het belangrijkste? Of waar hebben jullie het meeste voor moeten werken? Oh, het meeste voor moeten werken. Ja. Waar hebben jullie het meeste werk aan gehad? Of wat is jullie favoriete product? Oh, dat is heel lastig. Ja, ik geef ook heel veel workshops aan bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen uit Breda. En dan zijn vaak de kleine technologieën, juist de technologieën die gewoon heel gangbaar in de gewone bouwmarkten te koop zijn of in de gewone winkels. Juist die zijn heel erg in trek en daar zijn mensen heel erg enthousiast over. Van, oh, dat wist ik niet dat we dit ook zo konden inzetten om bijvoorbeeld daar heel veel profijt uit te halen om langer zelfstandig thuis te wonen. Dus het zijn vaak niet de dure en hele ingewikkelde technologieën, maar vaak de kleine, juist praktische, die voor iedereen toegankelijk zijn. Oh. Hij doet het dan, jongens. Hoe krijgen we hem nu uit? Kijk, ze hem nog uit? Ja hoor. Zo gelukkig. Breda Nu. Je weet het meteen.